Ja, zuinig, maar een goeie. Dus dit zijn dikwijls de moeilijkste wedstrijden. En, je speelt tegen een atletisch, goed georganiseerd elftal. En dan moet je geduldig zijn, dan moet je een heel snelle balcirculatie hebben. Dan moet je in de zone van de waarheid eens een moment hebben. Je moet je creativiteit hebben. Dat moment hadden we denk ik met Niel de Pauw. Dan hebben we denk ik hem volledig vastgezet, de eerste helft. Waar we eigenlijk goed tegen, daar was ik heel content over. We waren echt wel bewust van dat dit weer een heel belangrijke wedstrijd was voor ons. Voor de flow van die overwinningen niet te verliezen. En toch ons te handhaven in die top 6. Dit geeft boost. En misschien hebben we een mindere 20 minuten gespeeld na de 1-0. Dat gebeurt ons wel eens meer. Druk op de bal viel weg. Zij schuiven een mannetje door. En dan zie je dat dit elftal toch heel veel kwaliteiten heeft van Oostende. En voorspel ik denk ik wel dat dit Oostende in eerste klas gaat blijven. Twee verschillende helften. De eerste helft heel veel balbezit, iets minder kansen. En dan de tweede helft een moeilijke tweede helft, maar toch een doelpunt. Ja, dan heb je eens een moment nodig. Dan moet die bal eens goed vallen. Dan heb je het individu is nodig die het verschil maakt. En dat is vandaag gebeurd. Het belangrijkste is dat wij vandaag die 3 punten pakken. Dat wij 13 op 18 hebben. Dat is eigenlijk een heel mooi bulletin voor die eerste 6 wedstrijden voor Lokeren. En daar kunnen we mee verder. Lessen trekken uit die laatste 20 minuten. Dan zie je dan toch dat je zo'n spelers nodig hebt. Dat je breed in de breedte, like Portosi, die de balken kunnen vasthouden. Dan ben ik wel heel content dat die jongen eindelijk weer eens geproefd heeft. Dat hij stilletjes aan terugkomt. Maar we hebben vandaag, denk ik, heel sec verdedigd. De laatste 4 hebben we vandaag een heel goede wedstrijd gespeeld. Dus hadden we zo gespeeld op Oagel, dan hadden we die punten ook gepakt. Die wedstrijd was voor ons veel gemakkelijker dan die van vandaag. En vandaag winnen we en vorige week gaan we de boot in. Je zegt een individu dat de wedstrijd kan openbreken. Patosi komt erin. Je verwacht dat van hem? Nee, ik nog niet op dit moment. Maar dat is wel een speler. Als je ziet, hij komt naar binnen, hij is dreigend en hij heeft een goede trap naar de goal. Creativiteit is enorm belangrijk. En zeker, zoals Fred zegt, Lokeren begint stil aan een ploeg te worden van play-off 1. Die ploegen komen heel gesloten voetballen. En dan heb je iets nodig. En dan moet je ook heel sec blijven in de organisatie en zo weinig mogelijk weggeven. En dat hebben we 60 minuten goed gedaan. Dank u, Peter.